In deze aflevering van Hardware TV, een draadloze labelprinter met twee kleuren. Welkom bij Hardware TV. We gaan het vandaag hebben over de Brodder QL820NWB. En dan hebben we het over een labelprinter. Maar toch ook wel een bijzondere. Labelprinters zijn er natuurlijk aardig wat. Brodder is toch wel een van de fabrikanten die zich daarin specialiseert. En dit is een van hun luxere modellen. Een van hun luxere modellen. En even het bijzondere van dit apparaat is dat hij dus in meerdere kleuren kan printen. Ik heb hier even een voorbeeldje gepakt waarbij ik een testlabel heb gemaakt. Waarbij voor het nummeren van onze testproducten, want we testen zo'n 1500 producten per jaar. Dus het is bij ons wel belangrijk dat we af en toe een stickertje op een doosje plakken van welk product is dit ook alweer. Zonder stickertjes zou hier alles verkeerd gaan. Ja, dan wordt het één grote chaos met alle ellende, met pakketjes die erin gaan, die eruit gaan. En dan is zo'n apparaat als dit wel super handig. Ja. Het bijzondere is dus dat je meerdere kleuren kunt printen. Nou, dat doet hij door op verschillende temperaturen op speciaal papier een afdruk te maken. Het is een thermische. Want dat is inderdaad een belangrijk ding. Want normaal zullen mensen denken, een printer die in meerdere kleuren. Kom op jongens, dat hadden we in 1990 al. Maar inderdaad, een labelprinter werkt over het algemeen niet net als een inkjetprinter met inkcartridges, maar inderdaad op een andere manier. Een thermische printer, dat is heel erg vergelijkbaar met de kassenbonnetjes die je in de winkels met mensen krijgt. Dat zijn meestal ook allemaal thermische printers, die hoor je, komt het eruit zetten. Ja. En dat zijn ook meestal van die papiertjes die na verloop van tijd een beetje vergelen door de warmte-invloed. Ja. Dit is dus ook een thermische printer, dus je hoeft er geen cartridges in te stoppen. Dit blijft, tot in de eeuwigheid blijft dit werken. Je zal hem af en toe een keertje schoon moeten maken, dat is alles wat je eraan moet doen. Maar je moet natuurlijk wel de eigen Brodder etiketten kopen, je kunt er niet papier in doen. Je kan er geen gewoon papier in doen, er moet speciaal thermisch papier doorheen. Ja. En in dit geval dus etiketten, en die zitten op een rolletje in het apparaat. En dit is wel een beetje het topmodel op dit moment die Brodder in het programma heeft zitten. Om je een idee te geven, adviesprijs is €240. Maar een beetje zoeken in de prijsvergelijker heb je voor zo'n €120. Ja. En dan heb je wel een super uitgebreid apparaat. Want hij heeft niet alleen dat je hem dus, zoals je kunt verwachten, via USB op je computer kunt aansluiten. Hij heeft ook nog wifi, hij heeft bluetooth. Hij heeft ook nog een vaste netwerk aansluiting. Dus je kunt hem eigenlijk op alle manieren maar koppelen met de digitale wereld. Ja, en wat dan ook nog handig is, is dat hij optioneel is uit te breiden met een accu. En als je dan gaat kijken, de combinatie van wifi en accu, dat is handig. Want over het algemeen heb je in een bedrijf één zo'n ding staan. Het is niet dat iedere medewerker een eigen labelprinter heeft. En doordat hij een accu heeft en wifi, kan eigenlijk iemand hem gewoon even meenemen, op zijn werkplek zetten, aan de slag gaan en daarna weer ergens anders. Ja. Ja, en je zou hem ook mee kunnen nemen naar een evenement bijvoorbeeld. Kijk, als we hier een keer een bijeenkomst hebben waarbij we bijvoorbeeld naamkaartjes willen maken voor de mensen die komen, nou, dan is zo'n ding ook hartstikke handig en kunnen we hem gewoon ergens neerzetten. Ja, en dat met de accu is dus wel, of om duidelijk te zijn, optioneel. Optie, ja. Dat is een optie van ongeveer €120. Ja. Dus als je dus de printer van €120 en een accu erbij van ongeveer ook nog een keer €120 erbij. Ja. Dus dan praat je over €240. Ja. Je zei ook Bluetooth en apps, want wij zijn natuurlijk altijd snel denken, alles draait om de PC, maar met een smartphone of een tablet kun je ook prima aan de slag. Ja, voor Apple ondersteunt hij onder meer AirPrint. Hij heeft ook, er is ook een speciale app voor, dus dan kan je direct vanaf je telefoon kan je een labeltje maken. En dat kan soms best wel handig zijn om even snel iets te doen zonder om meteen je laptop te open te hoeven klappen. Dat het weer een paar seconden duurt en dan kan je heel snel je telefoontje erbij pakken en aan de slag. Klinkt allemaal geweldig, maar toch moeten we echt even één puntje van kritiek. Want het is bijna vervelend om het toe te geven, maar het lukte ons gewoon in eerste instantie niet om die tweede kleur te gebruiken. Nee, ik ben er wel even mee bezig geweest om dat werken te krijgen. Nou ben ik wel wat gewend. Ik test wel meer producten voor Hardware Info. Ja. Maar ik kreeg in eerste instantie die kleur niet werkend. En in de doos zitten twee rolletjes met etiketten. Een smal rolletje en een breed rolletje. Het brede rolletje bleek het rolletje te zijn met de twee kleuren. Ja. Maar het is dan niet per se zo dat hij dan automatisch meteen naar die rode kleur gaat. Ja. En dat was wel een beetje vervelend. Nou heb ik natuurlijk wel even de supportlijn van Brodder gebeld. En die konden me vrij snel helpen om dit probleempje op te lossen. Ja, maar de handleiding zou dus in ieder geval iets beter kunnen. Die zou iets beter kunnen, ja. Mocht je dat in ieder geval gecoverd hebben en er wel uit zijn hoe het werkt. De software die Brodder meelevert, die is wel slim. Want er zitten eigenlijk allemaal standaardprofielen in voor zo'n beetje ieder denkbaar gebruiksdoel waar je wel eens een label voor nodig zou kunnen hebben. Ja, ik had het net al even over dus naamlabeltjes die je ermee kunt maken. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld ook van die verwijderbare etiketten voor gebruiken. Dat mensen, hoef je geen houdertje te gebruiken, dan pak je het gewoon op de borstkas. Ja. Media labels, bordjes.
Adressen, prijskaartjes, je kan alles ermee maken. En uiteraard je eigen creativiteit kan je er natuurlijk ook op kwijt. Ja, en dat betekent natuurlijk ook dat ze natuurlijk in als opties eigenlijk stickers in zo'n beetje alle denkbare varianten verkopen. Ja, en hier? Dan hier hoe je zo'n ding maakt. Dus eigenlijk in de eigen software kun je die labels opmaken. Ja. Met dus nogmaals de twee kleuren. Ja, en je kan er ook weer een database bijvoorbeeld aan koppelen. Als je zegt van ik wil bijvoorbeeld een hele stap adreslabeltjes, omdat ik mijn kerstkaartjes, het is weer bijna de tijd ervoor om die eventjes uit te sturen. Ja. Dat kan je dus op deze manier ook vrij eenvoudig doen. Ja, en dan tenslotte heb ik ook nog allemaal gewoon standaard stickers die je gewoon kunt aanklikken en maar uitprinten. Ja, dit is maar een voorbeeldje en dat kan je bijvoorbeeld ook zelf aanpassen. Dus je kan zeggen van ik wil in plaats van verboden te roken, wil ik no smoking hebben, dan kan dat ook. Ja, al met al prima ding. Niet de goedkoopste labelprinter die er is, maar wat je bij dit soort apparaten natuurlijk ook ziet, denk ik, net als bij normale printers, als je voor het apparaat zelf wat meer betaalt, zijn vaak de gebruikskosten weer wat lager. Je hebt hier dus ook die extra functionaliteit met die kleuren erbij. En dat is dus best wel handig. Duidelijk. Tot zover Hardinfo TV voor vandaag. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.